En het verhaal van Living In begint bij projectontwikkelaar Hendrik Rozen. We zoeken hem op landgoed Hilverhoeven, nabij Tilburg. Er is niks leuker dan beestjes. Beestjes zijn altijd lief, beestjes zijn altijd enthousiast en die zijn altijd dankbaar. Dat is fijn. En hier word je inderdaad rustig. Voor de beesten zorgen, hout hakken, kluven, roeien, timmeren. Gewoon even om je hoofd leeg te maken. Maar dat is niet waar het landgoed ooit voor bedoeld was. Ons landgoed wat we ooit bedoeld hadden om de Leijhoeven neer te zetten. Mijn pa is in 2005 overleden. Na een lang ziekbed, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, verpleeghuis in, verpleeghuis uit. Daar werd hij heel erg ongelukkig van. Mijn moeder werd zo mogelijk nog ongelukkiger, want pa was er gewoon stomweg niet. Ik denk, joh, dit kan toch niet de waarheid zijn voor mijn ouders. Mijn pa en ma worden gescheiden door een lichamelijk gebrekje in pa's geval dan. Maar dat kan ook een geestelijk gebrekje zijn als mensen een beginnende vorm van dementie hebben. Want dat gebeurt natuurlijk vaak. Ik denk, joh, als mensen altijd lief en leed gedeeld hebben, 50 jaar lang en in de cruciale fase van je leven, als je ouder wordt, dan zou je bij elkaar moeten kunnen blijven. Nou, dat is de hele gedachte achter Leijhoeven destijds geweest. Van, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen altijd bij elkaar kunnen blijven? Ook al ga je iets markeren en ook al heb je een zware vorm van dementie, op een bepaald moment moet je nog steeds onder één dak kunnen leven. Ik wil niet zeggen op één kamer, want dat bepaalt uiteindelijk het ziektebeeld natuurlijk. Maar het moet wel kunnen. En dat is de hele achterliggende gedachte. Maar voor Hendrik stopt het hier niet bij, want nu hij een voorbeeld heeft gesteld voor een woonlandschap, ziet hij meer mogelijkheden. De tijd was toen ook anders. In 2006 was ouderenhuisvesting in zijn algemeenheid nog een onontgonnen gebiedje. Nou, vervolgens moet je dan na gaan denken over hoe gaan we de participatiemaatschappij creëren. Ik denk, joh, dat is toch allemaal geen hogere wiskunde, want in de jaren 50 was het doodnormaal, althans in Brabant, dat opa en oma naar het tuinhuisje verhuisden achter in de tuin en de kinderen met hun respectievelijke kleinkinderen gewoon in het woonhuis gingen wonen. Ik denk, ja, hoe moeilijk is dat nou? Dan moet je een omgeving creëren. In een oud klooster in Berkel-Enschot bouwt Rozen van Hoppe daarom ons Koningsoord. Een plek waar ouderen en jongeren onder één dak wonen. En ook voor elkaar klaarstaan. De combinatie tussen Leijhoeven en ons Koningsoord is Living In. We maken een dorpje. Wij proberen ervoor te zorgen dat de maatschappij ook daadwerkelijk weer een maatschappij is. Want we praten over de maatschappij, maar een maatschappij is een samenhang van personen. Maar als de samenhang niet bestaat, dan heb je geen maatschappij. Dus dan moet je de maatschappij terugbrengen naar een niveau waarvan iedereen denkt van joh, waarom wil ik mijn buurman eigenlijk niet kennen? Want ik ben zo met mezelf bezig. Dat hoeft eigenlijk niet, hè. Je kan best 2 uur per week, want dat is 168 uur in de week. Als je dan maar slechts 2 uur per week voor je buur iets wil doen, dan hoef je niet eens voor te zorgen, hoor. Het is geen verpleging of verzorging. Het is gewoon aandacht voor elkaar. 2 uur per week van de 168. Dan heb je nog heel veel tijd over, hoor.